Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. In het noorden van het land daar bevinden zich veel al stapelwolken en daar valt ook een enkele bui. In het zuiden van het land zijn meer opklaringen en daar blijft het vandaag ook overwegend droog. In de ochtend de meeste wolken in het noorden, daar dan een enkele bui. In het zuiden van het land een aantal brede opklaringen met vanochtend vroeg ook vorst aan de grond. De noordwestenwind gaat in de loop van de middag wel in kracht toenemen, is matig boven land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt daarbij op naar 9 tot 12 graden. Een enkele bui kan nog in het noordoosten en oosten gaan vallen vanmiddag, maar heel veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond klaart het dan verder op en is het vrijwel overal droog. De temperatuur die daalt vrij snel en in de loop van de nacht kan de temperatuur op een aantal plaatsen opnieuw aan de grond richting het vriespunt dalen. Morgen gaat er dan opnieuw een enkele bui vallen en in de loop van de dag gaat het vanuit het noorden uit op steeds meer plaatsen ook regenen. De temperatuur loopt nog wel vrij hoog op, naar 10 tot lokaal 15 graden en de wind die draait dan naar het zuidwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag die staan in het teken van flink wat buien, met met name op dinsdag en woensdag kans op een enkele klap onweer en op dinsdag in het noorden zelfs ook kans op natte sneeuw. De wind die blijft uit de noordwesthoek waaien en de temperatuur ligt veelal rond 10 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.